33 graden verschil in één week tijd. Dat is echt best wel bizar. Ja. Merk jij dat ook zelf? Ja, ik merk dat het zonnetje schijnt, ik krijg meer energie, ik krijg meer zin om dingen te doen. Ja, het gaat er gewoon lekker op uit, hè? Ik denk dat je ervan moet genieten. Ik denk dat het niet zo'n probleem is. Dit is natuurlijk geen enorm verschil. En ik denk dat het heel goed is om je juist aan de verschillende temperaturen bloot te stellen. We hebben ook laten zien in het onderzoek hier aan de universiteit dat het gezondheidseffect heeft. Goed is voor de stofwisseling. Dus ik zou zeggen, geniet ervan en laat jezelf, of stel jezelf bloot aan die temperaturen. Waarom is dat belangrijk? Ja, uiteindelijk creëer je een betere weerstand tegen verschillende temperaturen. Dus als je dit voorjaar in de warmte gaat en veel buiten bent en veel die warmte ervaart, kan je ook beter tegen een hittegolf straks. En verder hebben we laten zien dat ook warmte en kou, regelmatige blootstelling daaraan, dat dat goed is voor je stofwisseling. Maar we doen er juist alles aan om ons te beschermen. We plaatsen airco's, we doen de verwarming heel hoog zetten in de winter. Ja, ik denk dat we daar een beetje in doorslaan. En we gaan steeds meer op één niveau zitten, strak niveau van temperatuur. En dat is eigenlijk niet gezond. Zeg, jij zit hier niet op een picknickje, nee? Ja. Met dat zonnetje? Ja, heerlijk. Zo deden we dat vroeger ook, ja. Lang naar uitgekeken? Ja. Ja, wel een beetje gek zo met de vorige week dat er een hele hoop sneeuw lag en nou niet meer. Ja. Maar ik vind het eigenlijk niet zo erg. Heb je daar last van, die schommeling? Merk je dat? Ik niet. Ja, niet skiën. Shit. Ja? Maar dit maakt veel goed. Snie vind ik leuk. Wie nu wel, vind ik super. Ah, ik ben wel een deel van het zonnetje hel. En de juiste kleding al gevonden weer in de kast? Nou, we lopen nog een beetje met winterjassen en truien en een beetje... Maar ik loop met een klein beetje een korte broek. Jij loopt met een korte broek, ja. Een week geleden een wandelingetje en gluwijn en nu een wandelingetje en witte wijn dadelijk, hè? En wat heeft de voorkeur? Dat laatste.